voor de deur. Zaterdag 18 september ging Groendoen Heilo weer vuil knijperen. In het stationscentrum hadden diverse vrijwilligers zich verzameld. Ik ben Susanna Leguit. Ik ben van het inwonersinitiatief Groendoen Heilo. En we staan hier in het stationscentrum van Heilo. En daar gaan wij nu vuil knijperen met een hele groep actieve inwoners. Aan deze prikactie deed ook de nieuwe burgemeester van Heilo, Marcia ten Bruggenkaten, mee. Ik ben dus Marcia ten Bruggenkaten, burgemeester van Heilo. En eigenlijk al heel snel na mijn benoeming uitgenodigd door Mariette om een keer mee te gaan om vuil te prikken in het dorp. En eigenlijk is dit natuurlijk een supergoeie manier om het dorp beter te leren kennen en om te zien wat mensen hier aan het doen zijn. En toevallig is het vandaag ook nog World Cleanup Day. Dus ja, dan moet je wel met je prikker het dorp in. Groendoen Heilo wil inwoners ook stimuleren om hun tuin te vergroenen. Op Burendag is er een activiteit bij de Linde over onder andere biodiversiteit. Ook staat er voor volgend jaar een open tuinroute op het programma. De organisatie probeert groen, sociaal en creativiteit in Heilo te verbinden. De eerstvolgende prikactie is op zaterdag 16 oktober. Dan wordt er zwerfvuil opgeruimd in Termijen en Mariënstein.